Yo kijkers, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij iets leuks doen. Vandaag gaan we iets op de Sinterklaas Journaal ding doen. En hou je mond, duwertje. Duwertje, blok. Zoals een normale traditie op dit kanaal gaan wij weer lekker een Sinterklaas Journaal spelletje spelen. Joepie! Er zijn een paar nieuwe. En er zijn natuurlijk oude classics zoals Schoorsteenrace, Pepernotenpong, Pakjes scheuren en Pepernotenfeest. En Dakpandpenari, die was mijn favoriet vorig jaar, maar ja. Weet je. Wat gaan we vandaag doen, Dieuwertje? Kijken. Nee. Lezen. Nee. Podcast. Nee. Zingen. Nee, misschien. Zingen. Zingen. Nou, Dieuwertje heeft zin in zingen, dus. Zingen. 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 Wacht, laten we mooi spelen. Dakpieten. Oké. Okay. Noem we dit. Hij zit helemaal onder bloed en hij is hier zo doodgebloed. En hier beneden natuurlijk zo. Zo. Natuurlijk. Ja, die is ook helemaal op bloed. Ah. En zeg maar dan staat hij zeg maar in brand. Zit hij in brand. Kijk hier, hij staat in brand. Een erge brand. Ah, nee. Oh, wat erg. Ja, die wil ik printen. Print dit uit. Ja. Wacht. Zo terug. Ik ga even printen. Waar kan ik printen? Even niet kijken, jongens. Ik ga even printen. Komt ie, hoor. Komt ie. Ik ben weer terug. Vinden jullie mooi? Ik wel. Wacht, ik zal hem even vergroten. Vinden jullie hem mooi? Wow. Die is mooi. Die ga ik bewaren in mijn collectie van Sinterklaas. Van Pieter die doodgaan. Sorry ervoor, nu gaan we echt spelen, jongens. Nu is het tijd voor de games. Voor de games, games. Lekker over tijd voor de game. Zo. Spelletjes. Terug. Podcast. Nou, dat was leuk, toch? Spelletjes. Oké, okay, laten we eerst beginnen met de nieuwe. Precisie strooien. Precisiestrooien. Kun jij schrijven net als Piet? Ja. Strooi de letter die je ziet. Oké. Okay. Hé, die ruimt. Oh. Hoezo moet ik hier beginnen? Mooi. Heel mooi.
Deze spelletjes worden best lastig. Kun je sneller? Ik ben er nu aan het spellen dan. Strooit. Jongen. Speedrun. Jij bent snel. Nog sneller. Wat? Ik moet nu helemaal pepernoten gaan spellen. Oh, nee, die gaan we afmaken. Dat kunnen we wel. Precisiestroom. Kun je... Hoe kan een 5-jarig kind het überhaupt ook doen? We hebben wat geoefend. We weten hoe het werkt. Kijk, dat ging wel een stuk sneller. Yes. Oké, hier komt de moeilijke. Oh mijn god. Jij bent snel. Nog sneller. Kut. Ik heb hem opgevuld. Nooit opgeven, kindertjes. Dat heb jij van deze Rick geleerd. Oh mijn god. Yes. Pieten strooien. Ik ben zo goed als Piet, jong. Ik win. Win jij? Nee, ik win. Ik. Dat ben ik. Zo heet ik. Ik. Spelletjes. Piet en Call. Call. Zo. Wat? Piet en Call Center. Oké. Okay. Kinderen weten het toch niet met call. Het is druk in het Pieter Call Center. Help mee en geef de koptelefoon aan de juiste Piet. Okay. Ah. Nee. Wat er weer? Oh, wie belt daar kinderen? Oh, wie belt daar kinderen? Oh, wie belt daar naar het Pieter Call Center? Sint-Nicolaas niet, de kinderen wel. Oh mijn god, dat is echt veel te snel, maat. Ik ben de Pieter Call Center master, jongen. Je moet niet tegen mij Pieter Call Center spelen. Dan verlies je gewoon, weet je. Nu een oude classic. Natuurlijk. Dat Pan Penari. Ja, dat hebben we allemaal weer. Weet ik, we weten het, hoe het werkt. Gaan we. Dak. Spannend. Oh, we zijn weer terug, jongens. Oeh, plus 5.
Oh, 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 oh. Dit een van Duitse mensen. Wie deze game niet leuk vindt, die hoort gewoon niet op deze wereld. Eigenlijk, hè? Als je eerlijk bent. Oh, 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 oh. Oeh, dat was een goeie. Oeh, oeh. Oh nee! Sorry, sorry, Sinterklaas. Oh. Jezus, wat duurt het lang. Ik raak het alles behalve de letters. Ik heb alleen D van Duitsers. De K van kut. Oh ja, trouwens, dit is niet voor kinderen onder de 6 jaar geschikt. En grof taalgebruik wordt gebruikt. Om het nog even erbij te zeggen, joh. Ja, weet je, ik zie er een beetje misschien niet 3 uit. Zou kunnen, hoor, maar misschien zie ik er wel 3 uit, weet je. Jezus. Duurt lang. God. Hier, snel. Pak hem. Pak de A. Ja. Oh. Hoe kan ik die A ooit pakken dan? Hij gaat gewoon de hele tijd zo heen en weer. Maar dat is toch niet leuk? Zo doe je geen dakpampenaren. Zo werkt het niet. Ja. De A van anus. Dakken. Duitse anuskut. De S van supergay. De N van neuken. Yes. Oh nee! Want ik ben zo slecht. Zit ik laat, vergeef me. Wat voor huis zit hier ook? Lijkt echt op mijn oude huis. Lijkt echt op mijn. Oh mijn god, ik ben zo slecht. Sorry jongens. Ja, die I van iemand. Yes. Holy shit, dat was wel een dikke streak, jongen. Meisje. Godsamme. Nee? Jezus, wat duurt het lang. Maar het is nog leuk, want het is dakpampenari. En dat vinden wij allemaal leuk. Duurt een beetje. Nee, de T van truut. Oké, nog deze level en dan deze level. Goed voor Nederlands. En dan gaan we weer iets anders doen. Oh jezus, nu gaat hij snel hoor. Oh shit. Oké, nu gaat hij minder snel. Die E van makkers. I van inderdaad, sukkel. Kijk, daar kom ik goed mee weg. Je dacht waarschijnlijk gewoon, oh mijn god, Rick kan goed denken. Maar zelf had ik geen idee. Dus ik had maar verzonnen, maar dat merkte jij niet. T van trut. Yes. Nee. Ja.
Nee. Oh, ja. Baby. De P van Sinterklaas. Piet, jongen! Woehoe. Kind. Ga weg, kind. Hoe heb ik geen kinderen? Kijken. Ik kijk niet. Spelletjes. Spelletjes, welk spelletje? Schoenen? Nee. Oh, zo snel. Of nee. Pepernotenfestijn. Die is ook een classic. Volgens mij hebben die hier vorig jaar gespeeld. Pepernoten. Ik moet op pepernoten klikken. Heel goed. Kun je zwemmen? Jezus, ik eet ze als een rat, jongen. In één keer, hè, speedrun, jongen. Speedrun, pepernoten verspellen. Terug. Wat doen we? Pietermutsen. Iedereen weet dat pietermutsen heel goed is. Mutsen op, nee, hij heet pietermutsen, jong. Ja, dezelfde kleur en dezelfde pieten geven. Wauw. Kun je het sneller? Nee. Wat? Oh, die hoort er niet bij. Dat is de enige die niet bij hoort in de pakkast. Kun je het nog sneller? Nee. Wat? Die hoort duidelijk bij jou. Oh nee, ik had hem! Nog een keer. Nee. Oké. Eerst kan je 3 minuten. Kun je sneller? Oké, welke wil ik doen? Zeg het nu in de chat. Ik livestream niet, maar kijk wel naar mijn livestreams. Dank je. Deze is nieuw. De kapotte... nog wat. Kapotte ketting. Let's go. De kapotte ketting. Oei, de ketting van de burgemeester is kapot gevallen. Maak jij hem weer compleet? Hoezo heeft dat iets met Sinterklaas te maken? Oké. Ik zal hem compleet maken. Moet je echt aan een patroon houden? Nee toch? Oh mijn god, je moet ze aan een patroon houden. Maat, wat is dat? Ik ga niet op een patroon letten. Kun je het sneller? Wat nou? Oké, rondje. Vierkant. Ster. Rondje. Vierkant. Ster. Rondje. Vierkant. Vierkant. Wauw, kun je het nog sneller? Rondje, vier, zeg, vierkant, rondje, vier, vierkant, rondje, zeg, rondje. Nee! Oké, deze vond ik niet leuk. Sommige spelletjes van vorig jaar zijn niet leuk, van dit jaar zijn niet leuk. Volle kracht van iets. Volle kracht vooruit. Volle kracht vooruit. Op de boot naar Nederland.
Okay. Stuur jij de Sint snel en... Nee. Nee! Ik moest het. Tjoe. Oh, daar ook krijg ik niet meer. Oké, speedrunnen. Holy shit, kijk hoe goed ik ben maand. Ik ben de beste in het spel. Ik zal al die 5 jaar. Oh shit. Bang. Ik heb echt plezier. Gewoon geen leven. Oh, ik verlies bijna een leven. Oké. Dan geen level volgende week. Dan doen we nog één spelletje en dan gaan we het zingen. Denken. Lekker zingen. Oh god. Let's go! Oké. Mag ik inspelen? Oh, zo snel. Oh, zo snel. Paardje oh zo snel moet oefenen voordat hij het dak op kan. Help jij je met de hindernissen? Oké. Ik moet rechts gaan spelen. Oh, dat is wel cool. Dus hoe langer je indrukt, dan hoe hoger je gaat. Hey, dat is wel coole game mechanics van Sinterklaas Snel. Dat is nieuw. Speel ook zeker deze spellen. Zijn superleuk! Ja, soms wel een beetje makkelijk. Oh, dat is de volgende. Oké, nou nog één spel. Deze vond ik niet leuk. Terug. Spelletjes. We doen speedrun. Pepernoot. Speedrun. Speedrun. Pepernoot. Ik weet dat ik deze net al heb gespeeld. Speedrun. Oké, laatste segment van vandaag. Zingen. Let's go singing. Lip podcast. Lezen. Step kijken. Wat zullen we zeggen? Oh, kom maar eens kijken. Zullen we die doen? Oké, let's go.
Oh, oh, kom maar kijken. Wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Een pop met vlechtjes in het haar. Een snoezig jurkje kant en klaar. Twee handen en ballen in met zijn letter van pakket. Oh, kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen met die beste Sint. Komt om met een zweep om, dan ben ik ook voor mij. Schaatsen in een nieuwe bed, een lekker banket. Oh, kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Woehoe! Niemand wist hoe dat liedje echt ging. Oké, laten we beter doen. Zie geen scooter staan met jongens. Hebben ze in een sigaretje? Die hebben we vorig jaar al gedaan, maar dat maakt niet uit. Volgens mij hebben we die vorig jaar gedaan. Sinds een stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in Nicolas, ik zie hem nou staan. Hoe herpot zijn paardje en de kop en ik. Hoe waaien de wimpels al heen en al mee. Die pieten die lachen en zijn ze en doen. Ze vullen vanavond ieder zijn schoen. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij. Ik hoop dat je een fijne pakjesavond hebt vandaag. En ik hoop dat je goede cadeautjes krijgt. Ik hoop ik wel. Ja, dus zeg ik zoals altijd, later, kater. Bye! Thank you.